je can't be all things to all people. Hè? Dat is het idee. Je kunt niet iedereen gelukkig maken. Nee. En dus je moet gewoon kiezen wat voor jou goed voelt en wat dicht voor jou dicht bij je blijft. Maar is dat niet de pijnlijke conclusie van waar we het vandaag over hebben? Dat eigenlijk de tactieken die worden gebruikt, die wij verachten, super effectief zijn. Ze zijn enorm effectief. Ik heb heel erg het gevoel dat we haast hebben. En dat we geen tijd hebben om te wachten op dat er misschien ooit eens een soort van collectief bewustzijn komt. Ik blijf toch bij het standpunt dat je dat vasthouden aan het verkondigen van wat van die waarheden, van die ongemakkelijke waarheden. En of dat nou schuurt of niet. Ja, soms is dat wakker worden is misschien, moet soms een beetje traumatisch zijn. Het hoeft niet altijd lief en aardig te zijn. Ik wil vandaag een experiment doen met niemand minder dan Tweede Kamerlid Simone Kersenboom. Een 100% eerlijk gesprek zonder kaarten op de borst en zonder diplomatie, ondanks alle belangen. Best spannend, maar de vraag is natuurlijk wel, wat is de definitie van eerlijk zijn? En is niet zeggen wat je denkt per se oneerlijk? En is het niet juist noodzakelijk om strategisch en diplomatiek te zijn om echt dingen te bereiken? Dat en meer bespreek ik vandaag met Simone Kersenboom. Welkom Simone. Hi Flavio, ja dankjewel dat ik er een keer mag zijn vandaag. Voordat we meteen beginnen met het experiment wat ik introduceerde in de inleiding. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Simone Kersenboom? Nou, ik ben op het moment natuurlijk Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. Maar dat is maar één aspect natuurlijk van mijn leven. Ik ben ook moeder, ik ben historica. Ik ben half Zuid-Afrikaans, half Nederlands. Ja, ik breng gewoon verschillende werelden met me mee. En die breng ik ook naar de politiek en eigenlijk naar alles wat ik doe. Ja, je raast er in vogelvlucht doorheen, maar je bent net moeder geworden, hè? Dat is best een grote gebeurtenis in je leven, lijkt me. Ja, klopt. Ik denk dat het waarschijnlijk gewoon een van de grootste gebeurtenissen is. Hè? Het is natuurlijk een cliché dat het zo'n wonder is. Maar als je het echt, ja, ik heb het nu ervaren en het is ook gewoon een wonder. Het is ook een van de mooiste dingen. En je hele perspectief op het leven gaat veranderen. En je weet opeens heel goed wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. En je leert dat onderscheid ook heel goed te maken. En natuurlijk ook over, hè, we hadden het ook heel kort over diplomatiek voordat we in dat gesprek gaan. Maar opeens ben je knokken voor iets en dan valt alle diplomatie weg. Als het over je kind gaat, dan komt die eerlijkheid, komt die brute eerlijkheid naar buiten. En dan valt alle diplomatie van je schouders af. Er staat dat dus ook natuurlijk een aspect. Dat komt als je dat beschermingsinstinct, dat van heel diep binnenkomt. Ja, het verandert echt alles. Denk je dat het noodzakelijk is om een kind te krijgen, om zeg maar een volwassen emotionele ontwikkeling te hebben en daardoor een goed politicus te kunnen zijn? Ik denk dat het een hele goede bijdrage is geweest. Daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Als we toch een heel eerlijk gesprek zonder diplomatiek en zonder kaart op de borst gaan houden. En ik ben altijd wel gedreven geweest en heb ook altijd een passie gehad. En ik heb ook hele oprechte gevoelens gehad over wat er met de samenleving gebeurt. Vooral tijdens corona heb ik ook echt hele diepe emoties ervaren. Maar ging altijd eigenlijk maar over, over wat er met jou gaat gebeuren en over jezelf, met de mensen om je heen. En dat is maar één laag van wat je kan voelen als mens, denk ik. Maar ik merk vanaf het moment dat die baby er was, het is alsof de wereld opeens heel eng gaat worden. Want het gaat niet alleen maar over jou meer, het gaat ook over een toekomst. En een toekomst waar jouw kind ook onderdeel van moet zijn als jij er niet meer bent. En dan, er is altijd heel veel kritiek op regeringsleiders of wereldleiders die geen kinderen hebben. Want mensen zeggen ook, die hebben niet het toekomstperspectief dat mensen met kinderen hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat dat gewoon waar is. Ja, want Mark Rutte heeft geen kinderen, heeft zelfs geen relatie. Ik denk dat dat iets wegneemt van je als mens. Je kunt zeggen, ik heb het nooit gehad. Maar ik denk dat het wel gewoon onderdeel is van de menselijke ervaring. En ik denk dat kinderen krijgen daar gewoon zo'n fundamenteel onderdeel van is. Ja, het is, voor mij is het echt gewoon een life changer geweest. Mooi. Ja. Meisje, jongen? Het is een meisje geworden. Ja. Inmiddels ook alweer 9 maanden oud. En het gaat enorm snel, ook weer zo'n cliché. Maar je blinkt en het is allemaal weer, is weer een stap groter. En dan kan ze alweer lopen en dan kan ze alweer dit. Ja, het gaat enorm snel. Ja, ik kan er niet genoeg over zeggen. Het is gewoon het mooiste. Echt, ja.
Ik heb jou in een interview Zuid-Afrikaans horen spreken. Oh, wat mooi. Ja, ja, inderdaad. Ja, het is een taal. Ik denk niet dat heel veel mensen jou in het Zuid-Afrikaans hebben horen spreken. Hoe klinkt dat, Simone? Nou, dat is amper hetzelfde als Nederlands. Dus jij kan mij bijna goed verstaan. Maar kijk, die talen... Kijk, Afrikaans komt natuurlijk van de Nederlands af. Maar dat is net een bijna simplistische manier van Nederlands praat. Ja, dus ja, het is gewoon heel duidelijk dat we een hele hechte band hebben met die mensen en die taal. Het is een hele geschiedenis die wij met hun delen. Met het meest zuidelijke tipje van Afrika. Je bent dus politicus geworden. Je zit midden in die arena met al dat geweld en de media. Maar op de een of andere manier ben jij redelijk ongeschonden nog uit de strijd gekomen. En er is heel veel framing. FVD'ers worden al snel extreem rechts genoemd. Ja. Er is de mannen binnen FVD spreken ook sterke taal. Jij doet dat niet. Je komt wat mij betreft over als heel autonoom. Een beetje een vreemde eend in de bijt. En dat fascineerde mij eigenlijk aan jou. Want ik dacht van, wat is dat nou met Simone Kersenboom? Hoe ontspring jij die dans eigenlijk? En daardoor kreeg ik een fascinatie. Ik dacht van, nou, ik wil graag begrijpen wie deze vrouw is. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van, ja, waar ga ik het met je over hebben? Ja. Vond ik wel lastig, want ik dacht, je bent ook vrij onzichtbaar, je bent voorzichtig. Dus ik zocht een beetje een alibi om met je te praten. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij het thema waar we het vandaag over gaan hebben, eerlijk zijn. Dan laat ik dan maar gewoon eerlijk zijn. Ik heb heel erg zitten zoeken van, hoe kan ik een angle vinden om met je te praten? Ja. En eigenlijk heb ik geen goede reden om met je te praten. Dat is heel eerlijk, inderdaad. Want ik had eigenlijk meer reden om het niet te doen. Want ik dacht, nou, als ik haar nou uitnodig, ja, dan zegt natuurlijk een bepaalde groep van, nou, zit er weer een FVD'er. Kijk, dat toch, de blackbox is weer een roeptoeter voor het rechtse geluid. Dat is wat je dan krijgt. Ik wil met blackbox ook een beetje de weg naar het midden vinden. En proberen om meer eyeballs te krijgen. Ja. Daarin ben ik dan weer heel strategisch. Inderdaad. Dat lukt aardig. Dus er is eigenlijk ook wel weer een reden om het niet te doen, dit gesprek. Maar ik heb het toch gedaan. En nu zitten we hier en ik heb een alibi verzonnen. En ik dacht, laten we het hebben over eerlijkheid. En in hoeverre dat misschien een blok aan het been is als je dat echt toepast in de politiek of in de media. En ik ben de laatste tijd daar dus veel mee bezig. En ik vraag me af in hoeverre het jou lukt om echt eerlijk te zijn. Ja. Ja, ik zat er een beetje aan te denken natuurlijk toen ik hier vandaag naartoe kwam. Want, ja, wat is dat eerlijkheid nou eigenlijk? Want ja, je hebt natuurlijk gewoon het woordenboekdefinitie. Het betekent niet liegen, het betekent betrouwbaar zijn. Maar dan denk ik altijd in de echte mensenwereld. Dan, als ik dan naar eerlijkheid kijk, dan denk ik aan oprechtheid. En ik denk vooral in de politiek dat die oprechtheid heel belangrijk is. Want je kunt nog steeds, denk ik, eerlijk zijn en nog steeds je woorden heel voorzichtig en zorgvuldig kiezen. Dan zei ik, nou, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika, ik heb een Engelse scholing gehad. En daar, met die cultuur, zijn we altijd heel voorzichtig met de woorden die we gebruiken. En dat is niet oneerlijk, maar dat gaat uit van dat getuigt respect naar de ander. En naar jezelf op de tweede plek zetten eigenlijk. Hè? Dus daar zijn de Engelsen natuurlijk enorm goed in. Maar het is niet oneerlijk. En dat betekent niet dat je oneerlijk bent, dat je niet betrouwbaar bent. Maar je bent nog steeds wel oprecht. Ook al zeg je de woorden misschien net iets anders, ben je heel zorgvuldig in hoe je die kiest. En ik denk voor mij zelf in de politiek, en dat is iets waar ik altijd heel dicht bij wil blijven, is gewoon die oprechtheid. Want ja, ik hecht daar heel veel waarde aan. Want je ziet juist, hè, een van de redenen waarom mensen zo afhaken van de politiek is juist de onbetrouwbaarheid, de oneerlijkheid. Ja, dat strategische denken. Ja, mensen zien dat en denken, oef, ja, ik weet niet of ik mij hierin kan vinden. En ik denk juist, als je dichtbij jezelf bij, en ik denk misschien ook een van de redenen dat ik gewoon wat meer onzichtbaar, wat meer ongeschonden gebleven ben, is juist omdat ik gewoon heel erg in oprechtheid geloof. En daar hoeft voor mij geen toneelstuk bij. Er hoeft voor mij geen
grote woorden of baldadige zinnen voor nodig te zijn. Je kunt ook gewoon oprecht zijn en nog steeds je ding zeggen, maar op een manier dat waar jij je nog steeds comfortabel bij voelt. Ja, en is dat soms lastig in jullie partij? Want de mannen die gebruiken wel stevige taal. Het woord kartel wordt eigenlijk constant gebruikt. Hè? Ook een beetje om de andere partijen een beetje te irriteren. Ja. Dat zorgt natuurlijk wel voor frictie. En ik heb daar verder geen waardeoordeel over. Maar jij doet dat niet. Is dat bewust? Ja, dat is zeker. Dat is zeker bewust. Ik ben ook vrij zacht van aard. Maar ik geloof ook heel erg in dat ik juist in mijn vrouwelijke kracht moet staan. En dus ik hoef niet een van de boys te zijn om ook gewoon goed te kunnen functioneren en de dingen te zeggen die wij vinden. Maar ja, mannen gaan uit vanuit hun kracht. En dat betekent een beetje agressiviteit. Dat denk ik, dat betekent een beetje fel zijn. En dat is ook heel nodig in de politiek. Maar de politiek is, vind ik, is uiteindelijk toch een hele mannelijke arena. En ik wil niet een mannelijke kracht uitstralen, want dan sta ik niet in mijn kracht als vrouw. Want dan trek ik eigenlijk gewoon een broek aan die niet past. Ik hecht daar heel veel waarde in dat ik gewoon mijn zachtheid kan gebruiken om op een andere manier dezelfde boodschappen te verkondigen. Ja, maar kun je dat loskoppelen van jezelf? Want je bent natuurlijk wel onderdeel van die partij. Als je een bepaalde taal of bepaalde communicatie ziet, wekt het bij jou ook wel soms heb je dan soms misschien het idee van dat is eigenlijk niet wat ik wil? Hebben jullie het daarover? Of? Nee, want het is helemaal. Is er zoiets als een partijcode hoe je je gedraagt? Wat je wel en niet doet? Nee, want ik denk we vertrouwen gewoon dat iedereen gewoon lekker zijn eigen ding op zijn manier kan doen. En dat dat gewoon goed is. En ik voel nooit dat iets niet zou kunnen. Of dat ze te ver gaan. Dat gevoel heb ik juist helemaal niet. Want ik denk juist, ik ben blij dat die mannen er zijn. Want dan hoef ik dat niet te doen. Dan kan ik gewoon mijn vrouw zijn afbakenen en beschermen, dat ik niet die mannelijke rol hoef op te pakken. Want ik heb deze discussies al meerdere keren gevoerd. Hè? Want er waren ook bij rechtse partijen zijn er dan minder vrouwen dan bij linkse partijen. En ik, want wij hebben gewoon de mannen die gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn. En dus vrouwen hoeven het niet zo hard op te nemen. Dus wij denken, de mannen zijn in de politiek. Kunnen wij gewoon lekker ons ding doen als vrouwen? Het klinkt bijna seksistisch, maar het gaat gewoon. Er zit natuurlijk wel een grote rollenverdeling. En ik merkte dat ook gewoon toen ik in de Tweede Kamer kwam. Het is gewoon een mannelijke arena. En de energie is enorm mannelijk in de Tweede Kamer. En als vrouw is dat soms best wel lastig te navigeren. Vooral als je. Ik kom weer eens. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een ander land waar ik naar school moest in een uniform en een rokje moest dragen. En er waren hele duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Die werden ook gewoon heel streng gehandhaafd. En we hadden ook nog meisjesscholen en jongensscholen. En femininiteit werd heel hoog gehouden. En dat was ook heel belangrijk en werd gewaardeerd. En dat neem ik dan met mij mee naar Nederland. Waar eigenlijk, ik denk, die vrouwelijke kracht toch een beetje onderdrukt wordt. Omdat vrouwen worden verwacht om mee te doen met de mannen. En op een mannelijke manier. En dat die zachtheid, denk je, mensen lopen gewoon over je heen. Terwijl ik denk dat de zachtheid ook, voor mij is dat ook gewoon een strength natuurlijk. Hè? Mensen kunnen wel heel fel op je reageren. En misschien heb ik dan zelf dan ook af en toe de neiging om gewoon eventjes terug te deinzen. Maar uiteindelijk heb ik de laatste 2 jaar wel geleerd. Jij mag fel zijn tegen mij, maar dat betekent niet dat ik fel hoef te zijn tegen jou. En daar voel ik me juist heel comfortabel bij. Je knipt het nu echt op, hè? In mannelijkheid en vrouwelijkheid. En daarbij behorende taal of retoriek. Maar uiteindelijk wil je met de partij toch dingen bereiken. Is daar niet dan ook een, dan komen we bij het punt eigenlijk wat ik ook bij de inleiding zei. Is daar dan niet ook een strategie of een manier voor nodig? Dat je van, als we dat en dat en dat doen, dan kunnen we misschien meer bereiken. En misschien als we dat en dat en dat niet zeggen of niet doen, dan kunnen we wel eens kiezers verliezen.
Ja. Speelt dat mee? Ja, ja, en natuurlijk, maar dat klinkt weer zo geolied. Dan moet ik weer meteen aan een Mark Rutte denken. Als je zegt, dit is hoe ik mijn stem gebruik, dit is hoe ik mijn lichaamstaal inzet. Maar tezelfde tijd, ja, ik heb gewoon een enorme waardering voor iemand als Thierry, die gewoon zo vasthoudt aan zijn waarheid en wat hij vindt. En ik denk gewoon op de lange termijn, it's about changing the hearts and minds of the people. Dat is ook zo met jouw strategie, hoe jij die middengroep wil overtuigen. Ik denk, Thierry krijgt gewoon zo vaak gelijk. Als je dan 2 jaar terugkijkt, dan heeft hij iets gezegd, dan blijkt dat gewoon nu te kloppen. En ik denk dat juist dat integer gedrag van, weet je, het maakt me niet uit wat mensen van me vinden. Ik blijf gewoon zeggen hoe ik, wat ik van de wereld vind, wat ik denk over deze specifieke casussen. En ja, oké, dan het ene jaar gaan de verkiezingen wat slechter. En dan misschien de volgende. Het is natuurlijk een project van de lange adem, denk ik. En dan misschien in 10 jaar groeit dat weer. Gewoon omdat mensen hebben gezien, je bent gewoon bij je standpunt gebleven. Terwijl andere partijen een beetje van standpunt naar standpunt hoppen, wat ze het meeste stemmen op gaan leveren. Ja, dat zie je ook een beetje met grote partijen, bijvoorbeeld in Hongarije. Dat uiteindelijk zijn best wel populistische partijen. Want die gaan kijken, we hebben een idee. We gaan even kijken hoe dat valt bij de bevolking. En als de bevolking het goed vindt, dan gaan we ermee. En als ze dan niet goed vinden, dan doen we er niks mee. Ja, dat is natuurlijk ook één manier om aan de macht te blijven of politiek te bedrijven. Maar ja, waar zijn dan je principles? Waar zijn die dan gebleven? En ik denk dat het toch best... Ik zie daar een bravery in, dat ongeacht alles je gewoon standvastig blijft. En het vraagt heel veel van je als mens. Want dan moet je die successen meemaken en je moet nederlagen meemaken. En dat blijft zo gaan, dat is geen stabiele lijn. En dat is denk ik heel moeilijk. Maar je zegt standvastig, hè? Ja. Stel, er is een breuk geweest met uiteindelijk de Ja 21 Klan. Er is een breuk geweest met Van Haga. Stel dat met concessies en met water bij de wijn doen de boel bij elkaar was gehouden. En jullie hadden nu, 15 zetels gehad. Ja. En jullie hadden misschien straks een coalitie kunnen vormen met BBB en Omzicht. Allemaal hypothetisch. En jullie hadden misschien de grootste kunnen worden in Nederland. Was dat het waard geweest? Is het niet ook denkbaar dat je wel zegt van we hebben ideeën en gedachten, maar het doel is vooral om groot te worden, om ook echt iets te kunnen veranderen. Want jullie zijn nu natuurlijk wel roepende in de woestijn, aan de zijlijn. Hoe effectief kun je dan zijn door zo eerlijk te zijn? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, ik denk zelfs als zij de grootste worden, wat kun je dan überhaupt nog steeds iets bereiken in het land? Natuurlijk alles om je heen is tegengekanteld. De ambtenarij is tegengekanteld. Alle instituties zijn tegengekanteld. Dus dan moet je ook nog proberen te functioneren. Zeg, zou je als overheid, zou je een kabinet kunnen vormen? Natuurlijk zorgt zo'n VVD wil natuurlijk nooit met FVD samenwerken. Daar zijn ze ook heel duidelijk over geweest. BBB doet dat noodzakelijk ook niet in de provincies. Ja, dus ook al hypothetisch kan ik ook zeggen, je wordt er toch buiten gehouden. Het maakt niet uit hoe groot je bent. Maar ja, dan is het wat wil je dan eigenlijk bereiken? Kun je echt de verandering bewerkstelligen als je in het kabinet zit? Het Nederlands model werkt zo helemaal niet. Dus je gelooft helemaal niet meer in politiek dan, begrijp ik? Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is om mensen... de politiek blijft mensen vertegenwoordigen. En ik denk dat moet natuurlijk gewoon blijven. Maar ik denk niet dat echt fundamentele verandering van bovenaf kan komen. Ik denk altijd dat wat fundamentele verandering in de samenleving komt altijd van beneden. Dat is een beetje zo'n grassroots movement. In Nederland, we hebben gewoon zoveel jaren meegemaakt dat iedereen gewoon afhankelijk is geworden van de overheid. Maar politiek blijft een belangrijk platform voor mensen om zich nog gehoord te voelen, dat ze niet zich helemaal gaan afsluiten of helemaal gaan wegtrekken van de samenleving. En ik denk dat juist onze hele belangrijke rol is in de Tweede Kamer. En daar heb ik ook wel met Pepijn over gehad.
He, want ja, Pepijn is natuurlijk gewoon een beetje een dossiertijger. En hij vindt het fantastisch om alle informatie boven tafel te brengen. Om juist om bloot te leggen bijvoorbeeld hoe de macht werkt. Om al die machtsstructuren bloot te leggen. En ik denk dat dat ook enorm waardevol is. Nee, we gaan geen grote systeemverandering in de Tweede Kamer teweeg brengen met 5 zetels. Maar we blijven wel, als hij, ja, we brengen informatie aan het licht. En waar mensen van denken, ah, zo zit het. En dan had ik het daarnet, changing the hearts and minds van de lange adem. Maar ja, misschien kun je ook op die manier, wat jij probeert met jouw strategie, mensen wakker maken. Ja, hopelijk komt dat ook uiteindelijk. Want we zien ook de SGP heeft natuurlijk ook over de World Economic Forum. Opeens zijn veel meer partijen ook al die dingen gaan oppakken. Zoals Pepijn juist al die informatie aan het opvragen is en heel veel aan het licht gekomen is. En dat het uiteindelijk toch doorwerkt. Het heeft even tijd nodig, maar het werkt wel door in de Tweede Kamer. En uiteindelijk ook in de samenleving. En die dingen, die onderwerpen, die groeien enorm in de samenleving. Opeens ziet ook in de mainstream media dat er over geschreven wordt. Niet altijd positief, maar er wordt wel over geschreven. Ja, en uiteindelijk denk ik toch dat mensen op die manier toch wakker worden. Maar ja, dat vraagt veel geduld. Je krijgt heel veel over je heen. En het is niet altijd leuk. Maar ja, je moet toch iets proberen te bereiken. En als dat is wat je kan bereiken, dan dat is ook iets moois, denk ik. Maar is ja. Ja, ik probeer het te begrijpen, hoor. Ja. Door eigenlijk consequent eerlijk te blijven, als ja. Ik het dan nu zo hoor, ja. Hoop je of denken jullie dat er uiteindelijk een hele grote kritische massa komt die dat geluid gaat omzetten in een stemgedrag. En zegt van oké, nu ga ik voor FVD. Want ik zie in dat ze gelijk hadden. Ja, ik denk dat we daar op kunnen hopen. Ik denk dat we daar naartoe moeten werken. Het is een streven. Ja, en dan heb je die stemmen. En dan, wat ga je er dan mee doen? Ga je dan alsnog proberen om te regeren? Of hè? Want ik zit meer te denken van, Dan kom je toch weer bij het punt van, ja, is er dan een plan of een strategie? Hè? Want mm-hmm. Waar wil je dan naartoe werken? Ja. Wil je de allergrootste worden? Ja, dat is misschien moeilijk. Maar je zal misschien dan toch weer moeten samenwerken. Ja. En dan krijg je weer het punt van, oké, gaan we water bij de wijn doen? Gaan we polderen? Gaan we, gaan we give and take doen? Of doen we dat nooit? En gaan we dus nooit meeregeren terwijl we al die stemmen hebben gehad? Ja. Dus ik probeer te begrijpen. Ik ben nu, op dit moment, en misschien ga ik daar over een tijdje een ander standpunt over innemen, nu in de veronderstelling dat strategisch zijn en diplomatiek zijn en misschien voorzichtiger zijn, effectiever zou zijn. Mm-hmm. En dat die extreme eerlijkheid die ik bewonder en waar ik soms ook echt van geniet, als een guilty pleasure, als ik soms een reden zie, dat die misschien wel destructief is. Daar ben ik zo bang voor. Want ik wil ook dat de waarheid aan het licht komt. Ja. Maar ik hoop ik hoop dat die mensen ook bereikt en dat mensen hem niet afstotelijk vinden omdat ze bijvoorbeeld de toon te moeilijk vinden of. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar daar denk ik zelf ook wel eens over na. En ik denk, omdat ik zelf ook veel meer diplomatiek ben in mijn uitspraken, gewoon altijd vanuit het idee dat respectvol is naar andere mensen. Maar ik denk juist omdat soms, omdat je misschien die bravery gewoon niet hebt om zo consequent eerlijk te zijn. En daar ben ik zo blij dat er wel mensen zijn die het wel zijn. Dat toch een stukje gewoon waardering is en bewondering is. Van ja. Ik zou het niet durven. En ik denk, ja, ik weet niet, ik kan natuurlijk niet voor jou spreken, maar ja, ik denk, ik herken dat dan wel een beetje. Want ja, je ziet, ik kan destructief zijn. En ja, dan ga ik nog een gewetensvraag aan je stellen. Want ik heb je gevraagd om 100% eerlijk te zijn. Maar jij zegt bravery. Ja. Ik snap dat je die moedigheid, ja. Ja, dat je die term kiest. Ja. Maar wat als het nou een tekortkoming zou zijn dat iemand op een bepaalde manier zich manifesteert en daarmee misschien ook kiezers wegjaagt. Dat kan, je kan dat uitleggen als moedig. Ja. Je kan ook denken van, je hebt je niet kunnen beheersen. Ja, maar Flavio, kijk je daarnaar? You can't be all things to all people.
Hè, dat is het idee. Je kunt niet iedereen gelukkig maken. Nee. En dus je moet gewoon kiezen voor wat, hè, dat zei ik ook helemaal aan het begin, wat voor jou goed voelt en wat dicht voor jou dichtbij je blijft. En als dan bijvoorbeeld een Thierry die gewoon durft alles te zeggen en daar heel consequent in is. Ja, daar ga je niet iedereen gelukkig mee maken. Maar ik kan ook niet iedereen gelukkig maken. Ook al met mijn zachte diplomatieke aanpak. Ja, ik word ook voor alles uitgescholden. Ik ben nog steeds een white supremacist, puur omdat ik uit Zuid-Afrika kom. Daar hoef ik niet eens iets voor te zeggen. Volgens mij, je kunt wel proberen om iedereen achter je te krijgen, maar dat gaat gewoon nooit gebeuren. En daar moet je natuurlijk ook eerlijk over zijn. Je moet gewoon, ik voel persoonlijk dat je gewoon moet kiezen. Waarvan, je dichtst bij jezelf blijkt. Wel zeggen waarvan je gelukkig wordt. Maar ik denk niet dat je gelukkig wordt van zo stellig zijn. Want je krijgt er zo enorm veel haat over je heen als je dat doet. Maar ja, het komt, je can't be all things to all people. Je moet gewoon iets kiezen. En als dat eerlijk en integer is. En dat stoot mensen af. Nou, dan stoot dat mensen af. Het trekt ook weer mensen naar je toe. Ja, ik vind het mooi dat je het zegt, eerlijk en integer. Maar ja, bij mij is het meer de vraag van, is het effectief? Hoe kan ik uiteindelijk zoveel mogelijk impact hebben? Omdat ik in de veronderstelling ben dat ik het goede ben aan het doen. Ja, ja. Misschien is dat helemaal niet zo. Ja. Maar ik leef in de veronderstelling dat ik met Blackbox en de programma's die we maken, mensen kunnen helpen om de juiste blik op de realiteit te krijgen. Ja. En een ander geluid te horen, waardoor ze denken van, oh ja, inderdaad. En dat het dan ook vervolgens te delen is met die opa of oma of die broer die nog niet daar is. Ja. En dat het dan gematigd klinkt. Dus het is heel strategisch hoe ik dat doe. Maar mag ik jou dan misschien ook een vraag stellen? Want ik ben benieuwd of jij dan misschien ook afleveringen hebt gehad bij Blackbox, waarvan je denkt, ja, hier was ik niet eerlijk tegenover mezelf of tegenover de persoon tegen wie je over zat. En vooral met de kennis van nu, dat je nou terugkijkt. Was je niet eerlijk tegenover jezelf, tegenover de persoon die aan het praten was. En zou je dat nu anders aanpakken? Ik heb documentaires gemaakt, maar ik heb commerciële televisie gemaakt. Dus ik heb wel een commerciële insteek bij een ideeel doel. Dus mijn doel is zoveel mogelijk mensen helpen te zien wat noodzakelijk is om te zien. Maar tegelijkertijd heb ik soms wel bepaalde gasten en dan denk ik van, ja, dit gaat wel scoren. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een precair evenwicht. Omdat dat is niet je drive. Maar het is wel een middel om je doel te bereiken. Ja. Ik weet ook dat dit gesprek het goed gaat doen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik denk omdat je een aantrekkelijke vrouw bent. En omdat je van een partij bent waar een hoop van onze kijkers ook graag een geluid van horen. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat dit gaat scoren. Heeft wel in mijn hoofd meegespeeld. Ja. Was niet de eerste aanleiding, maar het komt er dan wel allemaal bij. Is dat eerlijk? Is dat oneerlijk? Misschien is het menselijk. Ja, en dan doe je toch nog iets wat toch een beetje scheurt. Want dat is voor jou eerlijk. Ja. En zij, eerlijkheid hoeft niet altijd lief te zijn. Het hoeft ook niet altijd te scheuren. Nee. We hadden het over effectief zijn. En dat je als je filmpjes van FVD aan je oma wil laten zien, dat het ongematigd moet zijn. Ja, niet alles wat natuurlijk FVD in de Tweede Kamer doet, is schurend. Ja, er zitten ook gewoon hele prachtige, mooie bijdragen in, die eerlijk zijn, maar die niet zo fel zijn, maar juist zacht en mooi. Maar bijvoorbeeld het interview met Mahir Alkaya, wat ik hier heb gedaan over de digitale euro. Ja, dat was een verrassing, ja. Dat was een verrassing, ja. Op dat moment denk ik dan weer vanuit strategie, yes, ik heb een SP'er, een linksige politicus. Hij zei hier in het programma dat hij eigenlijk niet eens meer geloofde in de politiek en dat de macht in Europa lag en dat hij soms ook aan zijn kiezers niet eens meer kon uitleggen waarom hij eigenlijk vleugellam was. Ja. Ik hoorde eigenlijk een politicus dingen zeggen dat ik dacht van, wat fijn dat je het uitspreekt en wat goed dat je uit dat kamp komt. Ja. Want deze video kan ik waarschijnlijk bij een publiek brengen
die misschien niet zou gaan kijken naar een interview met een FVD'er. Maar Mahir Alkaïr is dan veilig. Ja. Dus ik denk de hele tijd, hoe kan ik eigenlijk het verhaal wat ik hoop dat mensen moeten horen, toch bij zich krijgen. En ik besef dat ik, net als misschien de partijen waar ik van vind, jullie zijn manipulatief, ik dezelfde instrumenten probeer toe te passen. Ja. Omdat ik denk van, ja, als ik niet dezelfde wapens gebruik, dan sta ik 10-0 achter, ga ik nooit winnen. Ja. Dus ik zie het ook een beetje als een level playing field, waarin je, als de anderen heel strategisch zijn, dan kan jij dat maar beter ook zijn. Zo kijk ik ernaar. Ja, maar ja, je zei het er net ook zelf. Hè? Het is natuurlijk gewoon een staaltje menselijkheid. Ik had onlangs dat ik een documentaire keken over de ontwikkeling van kinderen. Dus hoe de brein ontwikkelt. En kinderen beginnen dus met liegen als ze rond 2 jaar oud zijn. Gewoon dat opeens iets in dat breintje gaat werken. En zegt, ja, mijn ouders kunnen niet in mijn hoofd lezen. Dus als ik iets zeg wat niet waar is, maar ik heb daar baat bij, dan ga ik dat zeggen. Wij doen dat al, hè, omdat dat gewoon, volgens mij is dat gewoon biologisch. Ik zie dat bij mijn zoontje van 9. Ja. Als hij weer een voetbalshirtje wil, dan kan hij heel goed manipuleren. Ja, maar het gaat er dus om, hè, dat we biologisch zijn ontwikkeld, om, hè, zijn involved om, ja, natuurlijk alles te doen om onszelf, ja, niet alleen om te overleven, maar ook om ons verder te krijgen, om wat wij krijgen van andere mensen wat wij willen. En dat dat al op 2 jaar oud begint, laat zien dat dat gewoon een heel natuurlijk element is. Hè, dus ja, dat idee dat je dan die level playing field wilt creëren. Ja, en dat we al die instrumenten inzetten van de menselijkheid. Ja, een beetje manipulatie, een beetje... Maar ik ben het helemaal met je eens. Ja, dat is natuurlijk. Ik zou het liever helemaal niet willen aanwenden. Omdat ik het ook wel zie als... Het is ook manipulatief. Het is ook manipulatief om een strategie te bedenken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iemand informatie krijgt die anders niet tot zich zou nemen. En dan ga ik daar een... Maar... Hoe gaan we het anders doen? Gaan we afwachten totdat we straks hier in de Sovjet-Unie leven? Ik overdrijf het misschien nu, maar ik heb heel erg het gevoel dat we haast hebben. En dat we geen tijd hebben om te wachten dat er misschien ooit eens een soort van collectief bewustzijn komt over 10 jaar. Ik vrees dat helemaal niet gaat gebeuren. En dat misschien toch die redelijkheid de enige antikeuze is. Maar wat denk jij dat jij dan gaat bereiken met die redelijkheid en met die middenweg? Je wilt mensen wakker maken en dan? Nee, dat is een heel goed punt. Want kijk, in het begin heeft het kanaal een hele grote vlucht gemaakt. We zitten natuurlijk nu op een plateau met een bepaalde groep mensen die vinden het mooi. En een hoop mensen zijn ook nieuwsmoe. Ja. Die hebben zoiets van, ik weet het nu wel. Er zijn nu allerlei verschillende crisis die allemaal wat minder urgent voelen. Dus er is ook zoiets van, we gaan weer gewoon leven. Ja. Dus het is best lastig om nu nog mensen het gevoel van urgentie te geven van, dit moet jij echt zien. Want het voelt allemaal niet meer zo urgent. En ik heb dus weer een nieuwe strategie bedacht. En dat is namelijk niet nog meer vierporn, want dat werkt niet. Want mensen zijn murf, denk ik. Klaar met angst. Dus ik wil nu, mijn nieuwe strategie is de nieuwe studio, perspectief. Ja. Mensen gaan voeden met perspectieven, met hoopvolle, iets wat luchtigere content. Waardoor ik ze aangehaakt hou met dingen waar nu ook behoefte aan is. Bijvoorbeeld gesprekken over intenties. Ik wil hoopvolle gesprekken doen die ook gaan over verlies, maar ook over de schoonheid van wat ons is overkomen. En dat is misschien de zachtere kant van de strategie. Maar door mensen aangehaakt te houden, hoop ik A, een grotere groep te bereiken. Ja. Maar ook de afgehaakte groep. En ik denk dat er dus een heel groot potentieel ligt bij een groep mensen die licht aan het ontwaken is. En ik denk dus dat het ook belangrijk is om daar een soort instapmodel voor te hebben. Ik denk dat het juist mooi is dat we zoveel verschillende bewegingen hebben. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen. Hè, jij doet jouw ding. Er zijn een heleboel andere kanalen die hun ding. Ongehoord Nederland doet hun ding. En de politieke partijen doen hun ding.
En ik denk, op die manier bereik je toch de grootste groep mensen die je mogelijk kan bereiken. En iedereen doet zijn bijdrage. Ja, misschien moeten we er zo naar kijken, als ik dan zo hardop nadenk. Ja, ik heb heel erg de neiging om steeds te denken, maar wat is nou het meest effectieve? Ja, maar misschien... voor jouzelf, of dan als politieke partij was het meest effectieve. Maar als we dan gewoon across the board gaan kijken wat iedereen aan het doen is. En misschien is dat juist die samenhang daarvan en wat dat op zich oplevert als effectiviteit. Want iedereen heeft misschien net een iets andere een groep die ze aanspreken. En er zitten misschien hele kleine overlappen tussen, of juist hele grote. Ja, misschien is wat wij allemaal doen op het moment gewoon het meest effectief. In deze bubbel hoef je ook niet alles te kunnen en alles te zijn voor iedereen. Ja, we kunnen allemaal verschillende gewoon aanspreekpunten hebben. En uiteindelijk komen die mensen toch allemaal bij elkaar terecht. Nee, ik denk persoonlijk dat het effectiever was geweest als FVD milder was geweest. Zonder te liegen, hoor. Ja. Maar milder. Ja, minder op de man. Ik zou dat heel jammer hebben gevonden. Ja? Als dat was gebeurd. Ja. Gewoon juist omdat ik... Ik werk samen met alle mensen bij FVD. En ik weet gewoon dat daar dus die waarheid voor ons zit. Is juist om fel te zijn wanneer het echt fel moet zijn. En wanneer dat echt over onderwerpen gaat die ook echt iets betekenen. En dat je ook gewoon wat milder kan zijn op onderwerpen die misschien over cultuur gaan, hè, over onze geschiedenis. En dat kan mooi en zacht zijn. Maar ja, met corona, dat was niet het moment om zacht te zijn. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dat probeer ik hier natuurlijk ook dagelijks te doen. Mensen moeten die informatie hebben. Je moet ook niet met mail in de mond praten. Nee. Ik heb het echt over hoe je dingen zegt. Ja. En laten we anders eens eventjes naar een fragment kijken van Wopke Hoekstra. Ja. Over een meester ontsnapper eigenlijk aan vragen. Ik denk dat een heleboel mensen dit, net als ik, moeilijk vinden om naar te kijken. Maar het is ook wel weer vermakelijk. Het is knap. Maar dit is wat je niet wil. Maar hij doet het maar wel. Wopke Hoekstra. Als er vanavond geen tussenakkoord ligt, gaat u dan als CDA-leider onderhandelen over de stikstofparagraaf? Nou, ik ga vooral geen uitspraken doen vandaag, vanaf deze plek, als CDA-leider. Want ik sta hier namens het kabinet. Maar u weet toch ook dat uw collega Rutte hier ook als voorman van de VVD uitspraken doet? Dan kunt u hier toch ook op reageren? Ja, ik vind hem juist altijd zo gedisciplineerd. Als ik naar... Hij reageert vaak genoeg op VVD-zaken. Dus u kunt vast wel iets zeggen. Het is niet zo dat ik nou die afgelopen... Wat is het, 12, 13 jaar elke persconferentie... Nee, elke minuut heb opgezogen. Hij doet dat echt. Maar ik vind hem vaak bewonderenswaardig gedisciplineerd. Ja. En als hij dan ook nog de gave heeft om daar af en toe iets als VVD-leider bij te zeggen, dan laat ik dat echt bij hem. Maar ik ga die verleiding weerstaan, want dat helpt gewoon niet in dit proces. Maar het heeft geen zin om die discussie hier te hernemen. Op het een persconferentie. Vindt er wel iets van, toch? Op een persconferentie die ik geef de minister-president vervangende namens het kabinet. Waarom staat u hier eigenlijk? U weet toch dat hier heel veel vragen over gaan komen? Ja, nogmaals, ik sta hier ter vervanging van de minister-president. En u weet net zo goed als ik dat we dit debat uitgebreid in de Kamer hebben gevoerd. En dat ik u allen in een andere hoedanigheid na een van de onderhandelingen, maar ook na het debat uitgebreid van commentaar heb voorzien en uw vragen heb beantwoord. Maar dat kan niet hier nog een keer. U gaat hier helemaal niks zeggen over uw eigen rol in de problemen rond stikstof. Ik ga hier vandaag deze verleiding ga ik weerstaan. Maar ik kan met alle liefde nog een keer herhalen wat ik net ook tegen uw collega's heb gezegd. Ja, alle lof aan journalist Sam Hagens van SBS, die kritische vragen stelde aan Wopke Hoekstra. Hij gaat de verleiding weerstaan en hij vindt Mark Rutte heel gedisciplineerd. En de gave bezitten om ondanks zijn discipline toch nog wat te zeggen, maar hij zegt helemaal niks. Nee. Dit is dus hoe politiek nu werkt. Hè? Het is een gave, Flavia. Ik weet, een van mijn eerste debatten die ik had bijgewoond in de Tweede Kamer waren net geïnstalleerd. En toen kwam het functie elders debat.
En daar heeft Mark Rutte natuurlijk gewoon 16 uur lang staan liegen. Voorzitter, ik lieg niet over wat mij bijstaat aan dat gesprek van afgelopen maandag. Ik heb daar een verkeerde herinnering aan, dat blijkt nu. Het is anders gegaan dan ik dacht. Maar ik lieg daar niet over. Maar ik heb geen enkele herinnering dat ik dat ook weer heb opgebracht bij de verkenners. En dat is de waarheid. En ik denk, wauw, dat is inderdaad een gave. En die man is heel gedisciplineerd. Ja, ik doe het hem niet na. Het is een talent. En dat moet je toch wel toegeven of het iets moois is. Maar ja, dit is natuurlijk wat je heel vaak ziet in de Tweede Kamer. En ik merk ook dat mensen die dan de politieke debatten volgen, die merken dat ook op dat je stelt een vraag, maar een vraag wordt niet beantwoord. Dan doe je een interruptie. Een vraag wordt nog steeds niet beantwoord. Dan doe je nog een interruptie. En dan zijn je interrupties op. Het is dus effectief. Het is super effectief. Ja. Maar is dat niet de pijnlijke conclusie van waar we het vandaag over hebben? Dat eigenlijk de tactieken die worden gebruikt, die wij verachten, super effectief zijn. Ze zijn enorm effectief. Want zo beantwoord je nooit een vraag. En je kunt daar heel lang staan. Mark Rutte heeft natuurlijk enorm goede trucjes. Hij herhaalt zichzelf. Heeft een enorme charme om zich heen. Maar hij beantwoordt nooit direct een vraag. We praten de hele tijd om een vraag heen. En dat is, ik heb een academische achtergrond. En voor mij is het instinct altijd, als ik een vraag gesteld word, probeer ik hem te beantwoorden. Ik kan daar niet omheen praten. Daar ben ik heel eerlijk over. Dat is een talent die ik niet heb. Ik wil gewoon een vraag beantwoorden. Want ja, dat is mijn opleiding geweest. Je beantwoordt vragen. En als je het niet weet, ben je daar ook eerlijk over. En dan zeg je, nou, dan moet ik nog verder onderzoeken. Daar ben ik heel eerlijk over. Ik weet het antwoord hierop niet. Maar het bijzondere is dat Wopke Hoekstra hier geen seconde oneerlijk is geweest. Hij heeft alleen geen antwoord gegeven. Geen antwoord gegeven. Ja, en zoals hij zei, het is gewoon effectief. Maar ja, wil je dit van je politiek? Hè? Is dit misschien de reden ook waarom mensen afhaken? Omdat ze dit soort dingen zien. Er worden geen vragen beantwoord. Hij is niet oneerlijk, maar het komt niet betrouwbaar over. Denk ik dan, als ik dit zo bekijk. Als je dan gewoon een burger bent die het gewoon op de bank zit. Wat is er nu gebeurd? Heb je vertrouwen in die man? Waarom doen politici dit, denk je? Ik denk dat dat een hele grote vraag is. Waarom doen ze dat? Ja, ze willen natuurlijk, het gaat om geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er dan een situatie is ontstaan waar hij heel veel verantwoordelijkheid voor draagt. Maar in dat moment het niet wil over hebben. Dus hij kan dat podium dan gebruiken om het er juist niet over te hebben. Om die vraag juist te ontvluchten. Ten tweede, wil je de waarheid misschien niet spreken? Dat is natuurlijk ook dat je om alles heen praat. Dat is gewoon de waarheid verhullen. Twijfel jij in de integriteit van dit soort mensen? Ja. Want ik geloof in een openheid en oprechtheid. En als je ik kan zelf niet zo om vragen heen praten, dat is een talent. Maar het is een aangeleerde talent en dus een tactiek dat ingezet wordt, dat aangeleerd is juist om ongemakkelijke situaties te ontsnappen. Of als je een antwoord niet weet of je een antwoord niet wil geven, waarschijnlijk dan zet je dat in. Waarschijnlijk heeft hij een smsje van Mark Rutte gekregen. Top gedaan. Ja, het is, ik vind dat niet integer. Ja, maar stel je nou toch eens voor dat hij met zijn achterban een missie hebben waarmee zij echt denken, ga ik dan even vanuit, dat ze in het landsbelang handelen. En dat ze denken, ieder middel heiligt het doel. En ik ga er gewoon voor, want ik wil het beste voor dit land. Echt ook weer even stel. Ja, maar dat is natuurlijk ook weer... Is dit dan te legitimeren wat hij hier doet? Of kan het gewoon niet? Nee, maar nu ga je ook natuurlijk ook weer meteen terug naar een van die filosofische vragen. Want dat is de end justify the means. Voor het goede doel. Ja, van wie is dat goede doel? Is dat het goede doel? Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze het goede doel voor ogen hebben. En dat ze daar echt alles voor willen. Dan zie je natuurlijk heel erg op links. Ook dat alles geheiligd is om maar klimaatproblemen te voorkomen. En hoe ver gaat dat zich strekken? Tot hoe ver zeg je dan alles mag.
Ja, dat is toch wel een beetje die glijdende schaal. Zeg, nou, dit vind ik prima. Oké, okay, politici dan die misschien helemaal geen verantwoordelijkheid meer nemen, dat vind ik ook prima. Als er dingen gebeuren die de grondwet schaden, nou, dat vind ik, dat mag dan ook, want het is voor het goede doel. Zag het tijdens corona, was alles voor het goede doel. Alles mocht, alles kon. Maar dat is dan die glijdende schaal naar het totalitarisme. Als je zegt dat alles geheiligd is om het goede doel te bereiken. Het goede doel nu is natuurlijk, hè, zijn de klimaatdoelen, stikstofdoelen. Digitale ideeën, dat zijn zogenaamd goede doelen. De SDG's, dat is het ultieme utopia. En alles is geheiligd om dat te bereiken. Ja. Maar hoeveel overheidsingrijpen is daarvoor nodig? Hoeveel vrijheid van mensen gaat dat afnemen? Dat is geen leuke wereld meer, denk ik. Ja, misschien is niet alles geheiligd, maar op zijn minst zou ik denken, kom ik weer. Strategie, wil je niet blijven lastigvallen met het woord. Ja. Een plan dat misschien het meest effectief is, waarmee je wel aan de spelregels houdt. Nee, maar we zagen het net met Rob Hoekstra. Ja, ik weet hoe jij dat ziet, hoe jij hem daar ziet staan, of jij vindt dat hij integer is. Maar je kunt natuurlijk alle strategieën gaan inzetten. Je kunt alle instrumenten gebruiken, maar... Ik denk dat hij denkt dat hij hiermee wegkomt. Ik denk dat hij denkt, ik sta er niet goed op. Ik word waarschijnlijk uitgelachen. En dat werd hij ook uitgelachen bij Voetbal Insight en allerlei andere programma's. Het werd eerder gezien als slapstick. Maar hij denkt, ik moet mijn positie behouden. Ik moet de boel bij elkaar houden, zodat dit kabinet niet klapt. Ja. En we moeten tijd winnen om verder te komen in het proces dat op een gegeven moment onomkeerbaar is. En over een tijdje, dan zijn de sentimenten wellicht weer helemaal anders in de samenleving. Dan is BBB misschien wel weer op zijn retour. Ja. Misschien is Omtzigt wel gestopt. En dan komen wij weer met een mooi verhaaltje en dan is de partij weer terug aan het speelveld. Ik denk dat hij echt denkt, over een paar jaar praten we wel weer over andere dingen. Ja. Er zijn mensen dit vergeten. En misschien heeft hij nog gelijk ook. Ja. Dat is het ergste. Nou, ik denk dat je gewoon een heel goed punt maakt. Ik denk dat mensen dat inderdaad, die vergeten dit alles. Corona is ook. Hij wil gewoon tijd winnen. Ja. Nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Nou, dit is dus effectief, deze ellende. Is dat soms niet deprimerend? Nou, af en toe is het heel deprimerend. Maar we hebben ook gewoon momenten als zij dan bijt je in iets vast. En dan opeens heb je een beetje resultaat. Hè? Al gaat het over opvragen van informatie. Eén opmerking in het debat waar je denkt, nu heb ik je. Dat zijn toch wel momenten waar je denkt, oké, dit kan toch effectief uitspelen. Gewoon op die manier gewoon door blijven vragen. Totdat je interrupties op zijn. Maar ja, ik snap wat je bedoelt, hè, met effectiviteit en de strategie. Maar ja, ik weet niet of je... Hè, of je wilt worden wat je juist veracht in het systeem zoals het nu opereert. Daar moet je toch van weg willen blijven. Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zegt. Ik leef in de veronderstelling dat ik heel erg integer ben. Maar ik heb toch ook wel een plannetje bedacht. Ja. Hoe ik dat ga bereiken. En... doe ik dan mee aan het systeem? Doe ik dan zeg maar wat ik niet zou moeten doen? Nee. Ik denk van niet. Ik denk dat jij gewoon inzet op een manier waar jij het meest kan bereiken, wat jij wil bereiken. En ik denk dat kan en dat mag. Ja, en wij doen dat op onze manier. Ja, en ik wil toch even terugkomen wat ik heb gezegd. Hè. Ik denk dat al die verschillende inzetten uiteindelijk toch samenkomen in dan die grotere, in het grotere bereik van mensen, of dat nou van het midden tot rechts of links is. Die raakvlakken zijn er gewoon allemaal. We zijn niet allemaal van die eilandjes die helemaal individueel opereren, helemaal los van elkaar. Maar het is natuurlijk ook soms tijd om iets anders te willen zijn, denk ik. En iets en vooral te durven zijn.
En ik blijf toch bij het standpunt dat je dat vasthouden aan het verkondigen van wat van die waarheden, van die ongemakkelijke waarheden. En of dat nou schuurt of niet. Ja, soms is dat wakker worden is misschien, moet soms een beetje traumatisch zijn. Het hoeft niet altijd lief en aardig te zijn. Geloof jij dat er mensen in die Tweede Kamer zitten met kwade intenties? Dat vind ik lastig. Als ik kijk naar de Tweede Kamerleden om me heen, ik denk dat mensen daar echt zitten en echt geloven dat ze ook voor het goede doel werken. Als ik kijk naar de machtsposities in het kabinet, ik weet niet of het kwade intenties zijn, zoveel als het behoud van de macht. Ja, misschien is dat gewoon een kwade intentie natuurlijk op zichzelf. Hè? Het behouden van de macht, ongeacht wat het effect daarvan is. Als dat het doel, hogere doel dient, als dat kan dat een goede intentie zijn. Ja. Ja, dus ja, wil je dat kwaad noemen? Neem toch aan dat jullie ook macht ambiëren? Persoonlijk vind ik niet... ambiëren wij macht? Om een verandering te brengen. Ik mag het hopen. Daar heb je toch macht zo voor nodig. Ja, maar het klinkt natuurlijk best wel... Het klinkt kwaadaardig als je het woord macht uitspreekt. Omdat het een negatieve connotatie heeft. Maar je kunt macht ook heel positief aanwenden. Ja, dan laat me een beetje denken aan de benevolent dictators van de oudheden, van de Griekse city-states natuurlijk. Hadden we ook de benevolent tyrant. Dus ja, het was wel een tyrannos. Ja, ik zeg ook niet alleen heerschappij, maar macht. Nee, ja. Volgens het democratische mandaat is natuurlijk is op zich gelegitimeerde macht, lijkt me. Ja. Als je die kan uitoefenen om een land te hervormen ten goede en je ambieert dat, lijkt me dat een mooie ambitie. Ja. Ja, maar dan blijf ik toch bij het punt dat dat moet ook niet van de top-down komen. Hè? Dus dat moet echt van onderaf komen. Dat mensen ook die veranderingen willen zien. Dat ze daar onderdeel van zijn. En daarom zijn wij ook zo gefocust op het bouwen van gemeenschappen. Die zelf dingen voor zichzelf gaan regelen. Dat ze niet afhankelijk zijn van de staat, van die macht. En dat uiteindelijk de staat toch maar gewoon opereert waar het zou moeten opereren. Dus ja, in de hele basisdingen van het leven, in het voorzieningen, in het leveren van voorzieningen, van veiligheid. En dat het verder een beetje de burgers gewoon met rust laat. Dat we daar een beetje terug naartoe gaan. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, dat hij dan macht zou hebben, maar dat hij die macht heel zacht toepast. En op zijn minst. Ja, Flavio, ik had eigenlijk nog een tweede vraag voor jou. En, want je had het natuurlijk ook over dat jij gewoon heel graag die middenweg wil zoeken. Maar dan ben ik toch eigenlijk heel benieuwd of ergens stiekem jij toch onderwerpen zou willen aankaarten in een aflevering. Of misschien al hebt willen aankaarten, maar van je hebt afgezien. Omdat het juist te scheurend zou zijn of dat het te gewaagd zou zijn. En ik ben heel benieuwd wat die onderwerpen dan zouden zijn. Ja, zeker. Ik heb hier... De plek waar jij zat, zat een andere vrouw ooit. Maar dat was zonder dat de camera's draaiden. Dat was een voorgesprek. En die was in haar jeugd een slachtoffer van satanisch ritueel misbruik. En is daaraan ontsnapt op haar 11e. En met rust gelaten. En die vrouw was heel credible. Kon het goed verwoorden. En ik heb ook gesprekken gehad met Sanne Terlinge van Argos Media Logica, het programma dat de radiopodcast heeft gemaakt over Lisa. Een verschrikkelijk verhaal ook over satanisch ritueel misbruik in Nederland met ruim 120 kruisverhoren waarin ook echt dingen werden gezegd die er niet om liegen. Dus het was voor mij wel duidelijk dat dit iets is wat bestaat, wat aandacht verdient. En als je een vader bent van kinderen en je hoort dan de anekdotes van zo'n vrouw, wat zij heeft meegemaakt, maar wat zij ook andere kleine kindjes heeft moeten aandoen, omdat slachtoffers moeten ook daders worden. Ja. Dat is een heel belangrijk element van dat systeem
Het was echt zum kotsen. Ja. Ik heb uren met die vrouw gesproken. En ik werd er zo verdrietig van. En ik heb er van afgezien. Omdat ik dacht van ja, het is anekdotisch. Ik heb geen bewijzen. En ze vertelde mij ook daarbij, Flavio, hou er rekening mee. Als je hier mee aan de slag gaat, dan heb je niet te maken met kruimeldiefjes. Je hebt niet eens te maken met de maffia. Je hebt te maken met de deep state. Dat waren haar woorden. Hou er rekening mee dat er waarschijnlijk een autootje voor de deur staat met een man die naar je gaat kijken. Ze zei, dit is niet zomaar wat. Dit is zwaar georganiseerd op alle lagen in de samenleving. Ik kan dat niet verifiëren, maar ik vond haar zeer overtuigend. En ik heb toen ook in die tijd wel de afweging gemaakt van oké, ik heb zoveel dingen waar ik nu aandacht aan moet besteden. Het was toen in die coronatijd. Misschien moet ik me even focussen op hè, pick your battles. Yeah. En dit is zo groot, zo heftig. Ga ik mijn gezin in gevaar brengen? Al dat soort afwegingen. Dat ik heb gedacht van nou, ik laat deze beker even aan me voorbij gaan. Ja. Maar ook omdat ik het gevoel had van ja, ik kan het wel aanstippen. Maar dan heb ik een gesprek met iemand en wat bereik ik daar dan mee? Waarschijnlijk word ik een schietschijf van de reguliere media die zegt van kijk eens eventjes bij Black Box lopen ze complotten te verkondigen. Omdat ik het niet kan onderbouwen. Ja. Dus ik wist gewoon van ja, ik ga mezelf hiermee gewoon aan alle kanten in mijn voet schieten. Dus ik heb toen ook gedacht, ik doe het niet. Ik voel me echt een lafaard. Want ja. Ik heb kinderen en ik heb haar verhalen gehoord. En mijn eerste reflex was van, ik weet niet, voor mij pak ik een mitrailleur met dit soort schorm. Ja. Hè? Dus je voelt zo'n ontzettend onrecht. Dat is bijna niet te beschrijven als je dat hoort. En nogmaals, het was een betrouwbare bron, die vrouw. Maar tegelijkertijd word je ook machteloos en het is zo groot dat je echt denkt van ja, ik word denk ik ziek als ik aan dit dossier begin. Dit eet me op. Ik denk dat je daar niet ongeschonden uitkomt als je al die dingen gaat lezen en aanhoort. En ja, ik heb daar nog niet aan blootgesteld, gelukkig, aan die verhalen. Ik heb er ook weinig... ik heb er de stomach niet voor, zoals we in Engels zouden zeggen. Nee, als moeder kan ik dat heel slecht verdragen op het moment. Ja. Nee, dus er zijn onderwerpen waar ik, om voor mij moverende redenen nee tegen zeg. Omdat ik denk van ja, ik ga er geen resultaat mee bereiken. Mm-hmm. En waarschijnlijk heel veel kleerscheuren door oplopen. En ik zie Black Box toch als een belangrijk merk, als een instrument om iets te bereiken. Mm-hmm. Om bij mensen in de huiskamer binnen te komen die denken van... Oh, dat vind ik toch wel best een redelijk geluid. En ik ben het daar wel mee eens. En deze mensen vind ik helemaal niet extreem. Ik kan me ermee identificeren. En zo hoop ik, manipulatief als ik ben, de hearts and minds voor het hogere doel te bespelen. Ja. You pick your way, we pick ours. Ja, wat vond je van dit gesprek? Ik vond het eigenlijk best wel een lastig gesprek, want je moet echt heel erg nadenken over alles. En natuurlijk heel veel van het is ook heel, zijn persoonlijke manieren om naar dingen te kijken. En dat zijn helemaal geen partijpolitieke standpunten. Het gaat hoe ik naar dingen kijk. En op zich is dat eigenlijk wel mooi. Dankjewel voor dit mooie, openhartige en eerlijke gesprek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat jullie het konden waarderen. En ben ook heel benieuwd naar jullie reacties. Dus laat ook in de comments weten wat je van de topics vond die wij hier besproken hebben. Ik zal daar ook op reageren, zoveel mogelijk. Want ik vind het belangrijk om ook een terugkoppeling te geven als er reacties zijn. Jij gaat weer terug naar Maastricht in de trein. Ja, een lange reis, maar ik kan wel werken, dus dat is fijn. Ja. Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. We hebben jullie hulp nodig, dat weet je. We worden een beetje gedwarsboomd door YouTube. Een beetje veel, moet ik zeggen. Dus we hebben jullie hulp nodig om de video flink onder de oog te krijgen van de kijkers. Mocht je een donatie kunnen missen voor het werk wat we doen, dan is dat natuurlijk heel erg fijn. We doen dit op eigen kracht. We hebben geen sponsoren.
voor staatssteun. We kunnen het alleen met jullie hulp. En die hulp die is er al heel veel, maar denk aan ons. We zijn ook bezig met een nieuw project. Hashtag Perspectief. Dat kun je op onze website zien. De URL staat nu onderin. En daar kun je meer zien over de toekomstplannen na de zomervakantie voor Black Box. Maar iedere maandag, woensdag en vrijdag doen we sowieso Black Box Today om 7 uur live. Maar voor nu ga ik het gesprek met jou beëindigen. Dan kun jij lekker de trein in. Ik wens jou een goede reis en jullie dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik sta hier voor een loods in Edam waar we druk bezig zijn met vrijwilligers om te werken aan een nieuwe studio die na de zomervakantie klaar moet zijn. We willen namelijk meer programma's maken, nog meer dingen om onze doelen te bereiken. Maar ja, dan zou je je kunnen afvragen waarom moet er een nieuwe studio komen? Dat gaan we je nu allemaal uitleggen. Ja, maar voordat we dat gaan doen, neem ik jullie eerst even mee terug in de tijd. Want intussen heeft Black Box, maar ook ikzelf, veel verandering doorgemaakt. Zo begon ik ooit in een auto, zonder plan overigens, maar puur uit gevoel van urgentie. Iets veel later bouwde ik eigenhandig deze kleine studio, maar eind 2021 voelde ik ook dat dit format beperkingen had. Er dienden zich zoveel verschillende crises aan dat 45 minuten praten aan een tafel met één persoon niet meer de lading zou dekken. Er moest een magazine komen met verschillende deskundigen om meer dossiers in één programma te kunnen behandelen. En zo ontstond Black Box Today, ons huidige en zeer succesvolle actualiteitenprogramma dat we 3 keer per week live uitzenden. Inmiddels ruim 175 edities verder dient zich weer een gevoel aan en ik durf ernaar te luisteren. Een gevoel dat zegt, we doen het hartstikke goed, maar ergens zitten we ook ram vast. Niemand lijkt meer naar elkaar te luisteren. Je bent voor of tegen en iedere nuance is zoek. Hierdoor is het debat verhard en uiterst negatief. Veel mensen haken daarop af, zo ook velen onder jullie die hunkeren naar perspectief. Wat willen we dan wel? We missen humor, we missen relativering, we missen medemenselijkheid en empathie. We willen meer kennis vergaren en ons blijven ontwikkelen, maar ook het lichtpuntje blijven zien in donkere tijden. Al deze aspecten komen terug in de programmering van de nieuwe studio. Dus laten we snel teruggaan naar de bouwplaats. Ja, hier komt de montage en de regieruimte. En de regieruimte met name voor een nieuw live programma, wat we daar op die plek gaan doen. Wakey wakey, eggs and bakey. It's time to get up! Black Box Wake Up, en dat moet ik natuurlijk weer uitleggen, want we gaan op dinsdag en op donderdagochtend hier aan een grote tafel met 3 presentatoren iedere keer in de ochtend de dag bespreken, de waan van de dag met humor en satire, want we hebben natuurlijk een heleboel dingen te bespreken, die worden vaak serieus besproken, maar hoe mooi is het als we het ook een beetje kunnen weglachen. En dat gaan we hier doen iedere dinsdag en donderdagochtend met Black Box Wake Up. Jullie zagen net beelden van de Italiaanse filmklassieker Cinema Paradiso. Een bioscoop die in de film het niet overleefde. Ik wil die bioscoop hier op deze plek nieuw leven inblazen. En dat heeft een goede reden en die wil ik jullie uitleggen. Een tijdje geleden zat ik te kijken naar een NPO-programma en daar was de politica Niloufer Gundogan aan het woord. Om te vertellen over haar verhaal, waarom zij bij Volt uit de partij was gezet. Dat was een aangrijpend verhaal waar ik in eerste instantie sceptisch over was en toch gaandeweg begon ik er anders naar te kijken en hoorde ik haar verhaal over haar intenties. Ook over het feit dat zij zich druk maakte om de democratie, terwijl ik dacht, jij bent het probleem voor de democratie. En dat heeft mij aan het denken gezet. Hoe gaan we om met mensen die dingen willen die wij misschien verschrikkelijk vinden, maar misschien zelf niet verschrikkelijk zijn. Dat houdt mij ontzettend bezig. En ik denk ook dat het een gebied is waar we ons meer in zouden moeten verdiepen. En dat wil ik hier doen. En ik denk dat we daar dus echt een aparte ruimte voor nodig hebben die voelt als vertrouwd. En daarom heb ik gekozen voor een bioscoop waarin we gaan kijken naar een mooie film, waarin de geur van popcorn is,
Een vertrouwde plek waarin ik hoop met mensen die ik wantrouw toch te kunnen communiceren op zielsniveau. En dat wil ik hier doen. Werk aan de winkel, jongens. Ik moet naar boven. Ja, er wordt hard gewerkt en na de grote vakantie gaan we de ruimte in gebruik nemen voor verschillende programma's. En ik zei het al eerder, programma's met perspectief. Perspectief voor jou, voor mij, maar ook voor mensen die zijn afgehaakt, nieuwsmoe zijn of ons nog helemaal niet kennen. Allemaal om ons bereik te vergroten en te verbreden en onze missie verder uit te dragen. Hier gaan we ook nog een aparte set maken voor een ander programma, Estafette. En in deze bioscoop ga ik ook nog initiatieven ontplooien zoals Black Box Academy met mini-colleges van deskundigen. We gaan dus echt heel veel nieuwe dingen doen in het nieuwe seizoen na de zomervakantie. Maar naast deze materialen en de geweldige inzet van deze vrijwilligers hebben we ook equipment nodig. Camera's, audioapparatuur, regie, licht en dat kost een bak met geld. En daarom vraag ik jou steun. We zijn dus een crowdfundcampagne gestart, zodat we dit kunnen realiseren. En wie weet zitten wij hier binnenkort dan wel samen in deze bioscoop naar een mooie film te kijken. Sunny days.